Bars. Snoek, snoekbars, heb ik begrepen. We gaan ervoor, hè. Zie op mijn scherm zie ik op dit moment heel veel vis op de bodem liggen. Ja, vis! Ja, 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 ja. Vis. Ja, ja. Ja, ja, zie je. Oh, kijk eens! We zijn nu midden in het centrum van Amersfoort. Echt een hele oude, mooie stad eigenlijk. Ja! Kijk, 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 een snoekie. Beste kijkers, vandaag met de boot op de Eem. Baars, snoek, snoekbaars, heb ik begrepen. Marco is hier geboren en getogen, woont nog steeds in de buurt. Dus ik ben vandaag de gast, dus ik geloof alles wat hij zegt. Ik volg. We gaan ervoor, hè? We gaan ervoor. We gaan ervoor. Ed, dit is een heel mooi plekje. Je hebt hier een bocht. Stijgertje, okay. Wat lelies, riet, biezen. Okay. Zit zowel snoek als snoekbaars. Maar ik ga werpen, jij verticale. Ik heb ook verticale. Heb je er daar 10, dan kan ik altijd nog een verticale. Ik denk dat ik dit maar erin ga gooien. Het is wel een beetje een forsje voor snoekbaars, maar een beetje snoekbaars met karakter, die eet ook wel zo'n shit. Zie op mijn scherm zie ik op dit moment heel veel vis op de bodem liggen. Het ziet er heel goed uit dit. Kijk, 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 een snoekie. Op die zwerfdrecht weer, hè? Kijk, kijk, kijk. Heb die zwerfdrecht te pakken. Dat is toch het mooiste hoor, Marco, dat systeem met zo'n drechtje aan de onderkant. Ja, die is meteen los, hè? Het werkt perfect. Werkt goed, ja, absoluut. Het werkt echt perfect. Het is maar een kleintje, maar... Ja, het snoek is snoek. Snoek is snoek. Kijk nou eens. Kijk eens, drechtje zo. Oh, die is ooit eens een keer gepakt door een... Een aalscholver of een soortgenoot, maar wat een felle donder. Op mijn shit, hé. Ik kan hem er zo uitlichten, ik heb niet eens een onthaaktang nodig. Hij is al los, kijk eens. Ah, Ed. Maar de eerste moet wel even op de foto, hè. Wat een visje, hé. Hey, even door je knieën. Op de foto. Ja, leuk. Ach ja, wat een beestje. Maar hij is lelijk te pakken genomen. Aan beide kanten, dus ik denk dat het een soortgenoot is geweest. Maar er kunnen ook aalscholvers zijn natuurlijk die dat doen, zoiets. Maar goed. Ah, wat een beestje. Kijk eens, jochie, daar ga je. Kom hier, daar is die, ineens. Ja, dit soort kleine baarsplugjes is altijd leuk mee te vissen. Ik vaar heel rustig op de elektromotor, ondertussen even met de plugje gewoon die kantjes afgooien. Er kan altijd een dikke baars, klein snoepje liggen. Ja, jongens, ze zeggen altijd snoeken is zoeken, maar het geldt natuurlijk voor elke roofvis, hè. Plekjes afvissen waarvan je denkt of waarvan je weet, daar moet ik ze kunnen vangen. Daar zijn ze altijd of daar zijn ze bijna altijd. En ja, dat doen wij ook. Hier weer langs zo'n lelieveld, althans dit is het plompenblad. Van die kommetjes, van die inhammetjes. Daar ligt vis. Het is helemaal diep hier. Ik ga toch even met een jerkbaitje proberen, een klein jerkbaitje. Kijk of er wat gebeurt. Ja, 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 vis. Ja, ja. Ik denk geen snoek. Ja, ja. Oh. Snoek? Oeh, ging niet eens. Ja, ja. Oké. Kom er even bij hoor, ben even benieuwd. Leuk, klein snoekbaasje. Ja? Ja, wel sterk hoor. Kijk, mooi man. Eens kijken. Even daar kijken. Oh ja. Kijk dan. Zo. Hij wil weer. Op het plugje. Op het plugje. Ja, leuk, echt... leuk, 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 leuk. Boem, lekker. Hij laat goed. Ah, mooi. Ja, hij komt. Mooi, mooi, snoekwasje. Kijk, het gaat goed zo. Ja, ja, ja. Mooi gekleurd. Oh, maar die is heel klein. Valt wel mee. Ah, lekker. Dik in de, yes. Dik in de 50. Ja, 55. Ja, daarom. Mooi, hè? Mooi visje. Mooie visjes. Slijmscherpe stekels. Echt erover. Nou, we gaan hem terugzetten. Doei! De Eem is een riviertje
dwars door de provincie Utrecht. 18 kilometer lang. Hij begint in feite in Amersfoort. Eerst het Vallei-kanaal. In het Vallei-kanaal wordt weer gevoed door allerlei beken, zoals de Barneveldse Beek, de Luntense Beek en de Heiligenbergenbeek. En het Vallei-kanaal gaat dan over in Amersfoort in de Eem zelf. De Eem komt uit in het Eemmeer. Het is een heel mooi kronkelend riviertje. Ja, zie je. Heb je gezet? Ja. Ik ben al... Dat hele lichte ding. Ik ben aan het werpen. En ik knal. Ik denk eerst mis. Het zal een baars uit. Nou ja, voelt als de baars. Het is de beste baars. Ja? Een hele lichte dingetje. Gaaf, joh. Hé. Mooi hengeltje, man. Ja, ik heb mooie hengeltjes. Speelgoed, dat noemen we een speelgoedmolentje. Heel klein dingetje. En hij boekt hier. Snoekbaars? Weet ik veel. Pak even net, hè. Snoekbaars. Ja? Kijk eens. Oh, mooie vis. Oh, een mooie behoorlijke. Vis. Oh, mooie vis. Een behoorlijke. Oh, kijk eens. Heb je het net? Dik, hè? Ja, hij boekt wel lekker. Ja, mooi snoekbaars. Hij ging in ieder geval weer, hij ging weer terug. Komt-ie aan. Daar komt hij, daar komt hij. Ja, hè? Ja. Oké. Okay. Hé, hey, dat is een beste. Mooi vis, hè? Of een klein rotplug hier. Zo plug jij, kijk eens. Ja, kijk, een mannetje. Helemaal gesleten vinden zie je dat. Oké, zo'n mannetje. Even een paai nog. Mini plugje, hé. Geinig. Zo ga ik even meten? 65. Nou. Hoppa. Gaan we laten zwemmen? Gaat weg. Ja, oké. Okay. Bye bye. Nou, dit vind ik zelf een onwijs leuke manier van roofvisvissen met zo'n dropshot. Klein loodje, haak je dat haaks op de lijn staat en dan kleine setjes. Doordat je lood op de bodem ligt en je met je topje tikt, zo'n hele dunne topjes, kan je alleen een setje laten springen op de, ja, precies in de buurt van de roofvis althans, dat hoop je dat er roofvis zit. En je kan ze echt helemaal gek maken. Dus denk je dat er ergens op zijn hoek een roofvis zit, dan werp je in. Hop. En dan ga je... Wacht je dat je op de bodem ligt en dan tik je met dat dunne topje, beweeg je in feite alleen het setje. En dan trek je hem dichterbij, dan beweeg je alleen het setje. Dichterbij. Ja, vis. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Op de dropshot? Op de dropshot. Ja. Heb je nog een baars of zo? Nee, weet ik niet. Grote baars. Ja, koksnoekbaars jij net. Ja, kikken! Ja, niks snoekbaars. Adem het goed met de boot aan, ja, dat gaat goed. Het werkt, hè? Gewoon plekje afvissen, tikken. Hallo? Hij gaat onder de boot door. Vecht goed, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Yes. Yes! Mooi. Slankie, ja, slankie. Mooi vis. Grappig. Mooi visje, kijk eens. Kijk eens, leuk. Hey, is gepakt? Hij is gepakt. Zie je dat? Nou, gat in zijn lijf. Weet je hoe ze eigenlijk terugzetten, snoekbaars? Vaak een beetje met een plonsen. Ja, dan zijn ze eerder weg. Ja. Gooi maar terug. Poep. Zo. Dat gaat beter, hè? Ja, dat gaat prima. We zijn aan het vissen in Amersfoort, kijk eens. Koppelpoort daar zo. Het historisch stukje Amersfoort. Leuk vanaf deze kant zo, eens kijken. De Lange Jan. Nou, we zijn nu midden in het centrum van Amersfoort. Prachtig stukje. Echt een hele oude, mooie stad eigenlijk. Grachten lopen ze in, daar kunnen we niet in. Blijf hier zo'n beetje hangen. Stadspoort. Zo, ontzettend leuk vissen dit. En het ruikt gewoon naar roofvis hier. We gaan gewoon eens even met een onvervalste douwpier op de dropshot haak. Hup. Stukje eraan zo. We moeten toch de derde roofvis, de baars, kunnen vangen? Ze zijn er, dus even gewoon wachten, op de bodem laten zakken. Gewoon maar even peuteren. Nog veel rommel op het water, veel gras. Ja, hier moet er toch baars, hier moet toch vis liggen? Ja, kijk. Ja, ik heb een vis. Oké, okay. Kijk. Ja. Hey, kijk eens jongens, we hebben hem. We hebben onze bandiet te pakken. We hebben een... Zoals we dat zeggen, een Grand Slam. Snoekbaars. En dan is het dan een kleintje. Maar we hebben ook Ridder Perka, onze baars. Tik. Denk even laten gaan, tik hangen. Een baarsje. Dapper hoor. Dapper. Om ons zo op de proef te stellen. Maar hij is daar. Je bent een scheet. Wat een snoepje, hè?
mooie oranje vinnetjes. De bekende vlek achter in de stekelvin. De streepjes. En gewoon een grote haak met een worm aanvallen. Baars. Baarsje, moet ik zeggen. Kom maar, boefie. Oh, weg is die. Mooi.